nu verder met CQ. Bisschop Beer. Ja, ja, goed. Een nieuw knipsel, CQ, een nieuw onderwerp. Heel goed. Het kerklatijn gaat steeds sterker lijken op het visserslatijn, want de verhalen over het aftreden van Bisschop Beer werden de afgelopen week al maar fantastischer, hè? Dit is kardinaal Simonus, gisteren op een persconferentie. En hij sprak de geruchten tegen, ja, dat hij de geruchten zou hebben verspreid. En hij wees op zijn beurt de legeraalmoezeniers aan als kwaadsprekers. Ja, en die verklapte ons vannacht weer waar al die katholieke roddelcampagnes nou precies vandaan komen. Ergens diep in het Limburgse land zetelt de eeuwenoude orde der klappeiers. Kloosterlingen die zich vanaf de 17e eeuw bezighouden met het verbouwen van peen en uien en het voedsel geven aan geruchten. De stichter van de orde was de gevreesde Sint Diffamatius, die in 1635 de val van Pius II veroorzaakte door de mare te verspreiden dat de paus graag in vrouwenkleren rondliep. Zoals er monnikenorden zijn waarbinnen een spreekverbod geldt, zo leggen de klappeiers de belofte af dat zij zich 7 dagen van de week zullen bezighouden met roddel en achterklap. En doorvertellen, hè? Ja, het wezen van onze orde wordt door de mensen vaak niet begrepen. Maar wij dienen wel degelijk God door de geestelijken in de katholieke kerk op de proef te stellen. Wij verspreiden namelijk een bepaald gerucht. En dan is het aan de verdachtgemaakte geestelijke zich daartegen te weer te stellen. Slaag hij erin onze vuige laster te ontzenuwen, dan weten we, nou, deze pastoor, CQ-bisschop, CQ-kardinaal, die is zuiver op de graad. En hij komt ook als mens sterker uit onze aantijgingen tevoorschijn. Ja, 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 ja. Vader, ja. Weet u wat ik zojuist hoorde van broeder Verhalen? Nee. Dat frater Venantius alweer een plas in het zonneveld hebt gedaan. In het zonneveld? De zoveelste keer. Grote plaats in het zonneveld. Wel verdulle me. Wij zijn heel tevreden met onze abt. Het is alleen jammer dat hij maar niet van de varkens kan afblijven, hè? Hij vergrijpt zich wel 4 keer per week aan dezelfde beer. Moet je horen? Ja? En van wie heb u dat? Van de werkster van monsieur Terschuur. Oh, zegt het voort, hè. Zegt het voort. Ja, zou je niet zeggen, maar deze broeder draagt jarretelles onder zijn soutane. Maar het is een hele goede roddelbroeder. Ja, wij verspreiden al jaren het gerucht dat de bisschoppen homoseksueel zijn. Nou ja, is eigenlijk geen roddel, want het is gewoon zo. Maar dat nu uitgerekend een hele sympathieke man als bisschop Beer over zo'n kleinigheidje is gestruikeld, dat geeft ons het vermoeden dat er meer aan de hand is. En daarom gaan wij vanaf morgen het gerucht verspreiden dat kardinaal Simonus en de nieuwe pauselijke nuntius, dat die praktiserend heteroseksueel zijn. Ja, je moet ergens beginnen, hè? Hey! Wil ik er nog één meegeven? Weet u waarom de heer Gerrit Brax, de voorzitter van de KRO, vertrekt naar de FAO in Rome? Wie zetelt daar in Rome? Meer zeg ik niet. Van Brax. En zo wordt in deze verguizerorde hard gewerkt om de straatwaarde van het katholicisme in het missiegebied Nederland flink te verhogen. Ja, en dan. Willen wij hier met klem de geruchten tegenspreken dat wij iets tegen katholieken zouden hebben? Volstrekt onjuist, volstrekt onjuist. Onder onze beste vrienden tellen wij vele, vele ex-katholieken. Tot de volgende keek.